Ieder project heeft zijn voorbereiding. Hoe zijn de voorbereidingen hier gegaan? Nou, de gemeente heeft in een bouwteam samen met de aannemer Roelofs hebben ze het werk gefaseerd. En het mooie daarvan is dat ze dat in nauw overleg met de ondernemers, maar ook met de markt hebben gedaan. Zodat zeg maar, in de fasering rekening wordt gehouden met de wensen van de ondernemers. Dat de ondernemers weten wanneer bij hun is opengebroken en wanneer het beter uitkomt en wanneer het slechter uitkomt. En op die manier hebben wij met hun wensen rekening kunnen houden. En is er een fasering ontstaan in goed overleg die door iedereen geaccepteerd wordt en ook onderschreven wordt. Maar wat je bijvoorbeeld nu ook ziet, en dat is wel leuk om te vermelden, dat die damwanden die worden straks geslagen voor de nieuwe haven, voor het nieuwe kanaal. Maar als die damwanden er staan, dan kan je daar ook zien. Daarna gaan we daarvoor de muren metselen. En dat zijn dingen die veel tijd vergen, maar die het ook heel erg mooi en afgewerkt maken. Hoe gaan de werkzaamheden er vanaf dit punt uitzien? Nou, we zijn nu aan het graven om straks de kabels en leidingen te kunnen verleggen. Dat gaan de nutsbedrijven doen als het graven klaar is. Dan gaan we de bestrating op het plein voor nieuws gaan we aanpakken. En dan gaan we langzaam met de werkzaamheden richting de Wierdense straat. En tegelijkertijd zullen we de damwanden voor het kanaal en het havenkom gaan aanleggen. En dat zal al met al een week of 8 gaan duren. En daarna? Daarna is de bedoeling dat al die bestrating dus af wordt gemaakt. En ik neem aan, na de zomer gaan we graven aan het havenblok zelf. En dan moet er in september, oktober de haven klaar zijn en de water in staan. De Almeloers zijn natuurlijk ook betrokken bij deze werkzaamheden. Wat weet u tot nu toe over de reacties van hen? De reacties die ik krijg zijn allemaal heel erg positief. Mensen vinden het heel erg mooi om te zien dat er gebouwd wordt. Mensen vinden het heel erg leuk om te zien dat die havenkom zichtbaar wordt. Dus ik krijg allemaal positieve reacties. Ik heb ook gehoord dat mensen zeggen van het is een beetje te smal en het is een beetje te ondiep. Wat vindt u van die kritiek? Ja, er is altijd wel ergens wat op te zeggen of het te smal of te ondiep is. Maar ik denk dat het heel erg mooi is dat het kanaal terugkomt, dus dat het water terugkomt in de binnenstad. Er is geen Twentse stad met water in de binnenstad en dat hebben wij als Almelo straks wel. Wanneer is het gehele cityplan klaar? De bedoeling is dat het eind oktober, begin november allemaal klaar is. En zijn er dan nog speciale activiteiten die georganiseerd worden in dit kader? Dat zal vast gaan gebeuren, want zoiets moois laten we natuurlijk niet ongemerkt passeren. Maar daar hebben we op dit moment nog niet echt over nagedacht. Dat gaan we doen als we straks echt het eind in zicht hebben. Dank u wel. Graag gedaan. De tijden zijn veranderd en dat betekent ook dat wij de huisstijl van Servus ook wilden veranderen. Want we hadden nog een wat ouder logo, ik denk nog uit de vorige eeuw of begin van deze eeuw. En we dachten met elkaar, laten we nou iets maken wat eigen tijdser is, wat past bij onze vereniging, want wij zijn tenslotte muziektheater. Maar hoe kunnen we dat doen? Draai de bende maar om! En dit is Servus Junior. Binnenkort gaat het echt voor het Eggie gebeuren. En wanneer is dat? Ja, op 6 juli gaan we in de kapelzaal van Hof 88 optreden met de voorstelling Het Muziekfestival. En het verhaal is zelf geschreven. De kinderen hebben ook meegedacht over het verhaal. Nou, ik zou zeggen, draai de banner maar om. Jullie hebben weer een nieuwe voorstelling. Kan je daar iets over zeggen? De Foute Musical. Een hele bijzondere voorstelling. Ja, en wanneer gaan jullie die voorstelling opvoeren? 13, 14, 15, 16 juni en 21 juni. En ik verwacht 20 juni ook nog wel. Schelpen toont, sla jij steeds toe. Je moet een ketsen af, dit is wat ik.
ik doe. Ik ben trots, ik ben vrij, ik ben hoe ik hoor te zijn. Kijk naar mij. Ik zou zeggen, draai de benen maar om. Echte verrassing, hè? Wat zou daar nou op staan? Ja! Servus Classic! Vanavond is het in de club in het Meester Siebelinghuis echt een dolle boel, want carnaval is hier in volle glorie uitgebroken. Meer dan 100 mensen en leden van de club vieren hier een heel geweldig feest en gaan helemaal uit hun dak en hebben vreselijk veel plezier. En zo dadelijk komt ook nog de Raad van Elf vanuit Wierden, de tolmennekes. Die komen hier het feest nog eens extra glans geven. Een geweldige avond met veel leuke muziek en hele blije mensen. De Prins Carnaval van de Tolmennekes. Hoe is het voor jou als Prins Mark om hier bij de club te mogen zijn? Ja, bij de club is het natuurlijk geweldig. De Tolmennekes is een hele mooie carnavalsvereniging. Echt super gezellig in Wierden. Maar wij komen natuurlijk ook altijd naar Almelo toe. En hier bij het Meester Siebelinghuis is echt een geweldige happening. Heel erg gezellig om hier te mogen vieren. Ja. En ze gaan graag mee, want we zijn met een hele grote groep. Het belang is om het Twentekanaal bevaarbaar te maken voor grotere schepen. We noemen dat met technische termen klasse 5A schepen die een diepgang hebben van 2,80 meter. Daardoor kunnen er meer containers in dat schip en daardoor kan er meer lading per schip worden vervoerd over de Twentekanalen. Naar bijvoorbeeld de laad- en loskade van het XL-park, maar ook verder de Twentekanalen in richting Dollegoor. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor het uitdiepen van onze eigen havens en voor het aanpassen van de kades van die havens. Als mede de koppen van de insteekhavens, die moeten ook aangepast worden om die bevaarbaarheid voor die schepen mogelijk te maken. En dat kost 3,9 miljoen euro. En daarvan krijgen we 1,2 miljoen euro gesubsidieerd vanuit de Europese Unie. Het Rijk staat aan de lat voor een tientallen miljoenen investering als het gaat om het bevaarbaar maken van het kanaal zelf. Ja. En die kaders moeten we aanpassen. Mm-hmm. Maar als het gaat om het uitdiepen van de havens zelf, maar ook bijvoorbeeld het stuk naar het XL-park toe. Dat is gewoon heel erg van belang voor de economische ontwikkeling. Zodat bedrijven het aantrekkelijker is voor bedrijven om zich daar te vestigen. En dat uitdiepen is natuurlijk ook belangrijk, want dan kan er eventueel een extra laag containers op, hè? U zegt dat goed. Er kan inderdaad een extra laag containers op. En daardoor is het ook rendabeler voor bedrijven die hier gevestigd zijn of zich hier willen vestigen om het vervoer vanuit de haven in Rotterdam niet via de weg te doen. Dus niet via de vrachtwagens, maar via het water. Dat is duurzamer.
En dat is daardoor ook goedkoper. En daardoor hopen we op die manier als vestigingsplaats aantrekkelijk te zijn als stad. Ja. Nou, de eerste aanbesteding is eigenlijk mislukt, hè? Hoe gaat het nu verder? We wachten daar op een antwoord van de minister. De minister moet een nieuwe aanbesteding gaan uitschrijven. Die rekening houdt met de kwelproblematiek. Dat is problematiek dat op het moment dat je het Twentekanaal uitdiept of verbreedt, dat het water daardoor op ondergrond, zeg maar onder de damwanden door, op de weilanden komt te staan. Nou, ik meen dat het bij Bornebroek het geval is, hè? Ja, en dat moeten we zien te voorkomen. Dat moet de Rijkswaterstaat ook zien te voorkomen. En daarom is die aanbesteding teruggetrokken. En we wachten nu op de beslissing van de minister hoe dit verder wordt gezet. Nou ja, de kaders die wij nu gaan aanpassen, hè, en aan gaan passen op grotere schepen, die zijn allemaal openbaar toegankelijk. Ik ben werkzaam voor anderhalve dag in de week als portfolio manager bij het programma Nieuwe Energie Overijssel. Dat is een samenwerkingsverband van de provincie Overijssel met een aantal maatschappelijke partners. En ook een aantal gemeentes en waterschappen, et cetera. Ik was hier op uitnodiging van de gemeente Almelo. Om ook feitenkennis te verhogen op het gebied van de energietransitie in Almelo. Wat kan de gemeente Almelo concreet doen de eerstkomende jaren? Nou, vooral aan de slag gaan. Plannen maken is één, maar uitvoering is twee. Dat is het allerbelangrijkste. Dus het gaat om de combinatie van duurzame energievormen die echt nodig is om de totale opgave te behalen. Meneer Wiertz, D66 in de gemeenteraad. U heeft het politiek beraad bijgewoond over de klimaatakkoorden, vertaald naar regio en vertaald naar de gemeente Almelo. Vindt u dat de gemeente Almelo voldoende doet? De afgelopen jaren heeft de gemeente Almelo niet genoeg gedaan. Waar kwam dat door? Omdat de gemeenteraad niet meer wilde doen. Omdat de gemeenteraad daar ook geen geld in wilde steken. Dus ja, dan gebeurt er niet genoeg. We hebben alle vormen van duurzame energie nodig. Ook in de combinatie. Die kan per gemeente ook verschillen. Maar elektriciteitsopwekking is één. Warmteopwekking is twee. Is minstens zo groot. En dan hebben we nog mobiliteit. Het is echt een legpuzzel. Van 1000 stukjes waarvan de stukjes elke minuut bij wijze van spreken weer veranderen. Dus het is echt complex en ingewikkeld en we moeten gewoon aan de gang gaan. Het moet niet alleen zonne- en windenergie zijn. De biomassa is bijvoorbeeld genoemd en wel warmte- en koude opslag. En alles bij elkaar moet je het dan gaan halen. En dat hoef je ook niet in Almelo alleen te doen. Het is een regionale samenwerking. Dus in regionaal verband binnen Twente moeten we die doelstellingen gaan halen. Duurzame energie is gebiedsontwikkeling. Dus het Rijk kan vanuit Den Haag daar van alles op denken. Maar het gebied, ja, daar gaan de gemeentes over en de samenwerkende gemeentes. Dus ik denk dat het een hele verstandige keuze is om het zo te doen. En er zit ook niks anders op. Wil je dus aan de energietransitie wat gaan doen, dan zul je dat met de regio's moeten doen. Want die gaan daar over de ruimte. Het gedicht Geit van Cornelius Onno Jellema werd op de muur geschilderd door de Almeloze kunstenaar Freddy Hoevers. Initiatiefnemers van het muurgedicht zijn woningstichting Beter Wonen, de gemeente Almelo en de stichting Almelo Promotie. Opeens stond in het maanlicht naast de weg een witte geit die na een ogenblik van mij aankijken begon te kauwen onder een volle maan. En ik, terwijl ik naar haar stond te kijken, had niets te doen. Niets dan te denken, mooi, zo'n witte geit onder de volle maan.
Zij werd mijn meerdere zodoende met een minuut. Steeds meer dwong zij mij tot de keus of ook herkauwen en dus zinnig zijn of gaan bij volle maan.